heeft het zijn majesteit de koning behaagd om te doen. Tot dit uur. Nou, vandaag een prachtig feest hier in Van der Valk. We hebben 17 mensen die gedecoreerd zijn. Allemaal lid in de Orde van Oranje Nassau. 17 mensen die zich op allerlei manieren inzetten voor de samenleving. Ja, dat vinden we allemaal zo fantastisch. Daar willen we er ook graag een mooi feest van maken. We hebben dat gedaan door vanochtend bij iedereen op bezoek te gaan. Thuis te bezoeken of op een plek waar ze vrijwilligerswerk doen. Om de mensen echt te verrassen met deze onderscheiding. En hier vanmiddag echt ook met familieleden erbij, vrienden, kennissen, groot gezelschap. Om daar ook echt iets terug te geven van de waardering die we hebben voor het mooie werk wat gedaan wordt in Houten. Het was een bijzonder grote verrassing. En het is nog steeds een grote verrassing. Het is nog steeds niet ingedaald. Maar het is een enorme blijk van waardering. En dat roert me. Dat ben ik echt wel, doet me heel veel. Ik had heel anders gepland allemaal. En er kwamen alle kinderen ook nog. Het was echt bijzonder. Ik heb niks gewerkt. Helemaal niks. Dus we liepen op de gemeentewerk. We gingen naar beneden. En de hele familie en de collega's van de gemeente Houten, die stonden allemaal te wachten. En nou ja, toen wisten we hoe laat het was eigenlijk. Dus een grote verrassing. En wat vond u ervan? Ja, ik vond het ook een verrassing, ja, dat ik in één keer in het zonlicht gezet werd. Ja, dus had ik niet op gerekend eigenlijk, nee, dat ging gebeuren vandaag. Maar ik vind eigenlijk maar gewoon dat je alles een beetje doet voor de gemeenschap. En ja, nou ben je in één keer middelpunt van de belangstelling. Hè? Gevoel die ik eigenlijk niet kan plaatsen. Maar wel, het is verrijkend. Dat vreugde die ik kan doorgeven aan mijn kinderen. En hele goede herinneringen. Nou, dat het wel iets heel bijzonders is. Omdat het zo'n heel breed scala is waarin ik werkzaam ben en mijn dingen doe. Straffen, nou, dit is wel heel bijzonder dat het dan zover is dat je een lintje daarvoor krijgt. Nou, dat is echt geweldig. Heeft het u geraakt? Ja, zeer. Ja. Ja, ik was eigenlijk wel regelmatig ontroerd. Vandaag ook weer met het zien van die film. Echt heel bijzonder. Ik had ook nooit verwacht dat zoiets mij zou overkomen, moet ik zeggen. Heel bijzondere dag vandaag.